De regering, maar ook het volk, zal lering moeten trekken uit de incidenten van 17 februari 2023. Dit haalde president Chandrika Prasad Santokhi gisteren aan in de Nationale Assemblée tijdens de begrotingsbehandeling. Hij gaf aan dat de gebeurtenissen van 17 februari voor altijd in onze geheugen en onze geschiedenis zullen blijven. Echter wees het staatshoofd erop dat het de verantwoordelijkheid van een ieder is om het Surinamegevoel terug te brengen. Maar meneer voorzitter, de regering is zich ook ervan bewust dat op de dag van de protest, namelijk 17 februari jongstleden, er ook Surinamers met positieve intenties en vredelievende bedoelingen op straat waren. Om een signaal te geven aan de regering, een signaal te geven met betrekking tot het beleid van de regering, meneer voorzitter. Door vredelievende Surinamers die eerlijk en in alle oprechtheid daar stonden met alle respect voor democratie, meneer de voorzitter. En een boodschap gevend aan de regering, van regering, ik kan niet meer. Het staatshoofd geeft aan de groep Surinamers mee die 17 februari op straat is gekomen om aan te geven dat ze de situatie niet langer kunnen uithouden, dat ze gehoord zijn. Hij benadrukt dat hun roep naar hulp duidelijk was. De boodschap die deze Surinamers hebben gegeven is volgens president Santokhi ook begrepen. Uw signalen zijn zeker opgepakt en besproken op de regeringsvergadering van afgelopen woensdag, welke speciaal ingericht was als een themavergadering met betrekking tot deze dag, meneer voorzitter. En vanaf dat moment zijn we elke dag bezig om dit vraagstuk goed te bespreken en een goede banen te leiden en te begeleiden, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, als regering hebben we na 17 februari 2023 een bezoek gebracht aan de locaties die doelwit zijn geworden van de plunderingen. En ook hebben we een bezoek gebracht aan tal van slachtoffers. De regering wil ook tegemoetkomen aan de groep van slachtoffers, meneer de voorzitter. Zoals ook dat hier ook in het UGAG College gevraagd wordt, voorgesteld wordt. Santokhi geeft aan dat in de loop van de volgende week een gemengde werkgroep van het bedrijfsleven en de overheid ingesteld zal worden om de problemen bij het bedrijfsleven te listen en samen naar integrale oplossingen te kijken.